Jos is journalist, auteur, die heel belezen is en heel bekend met heel de Hasseltse geschiedenis, en niet alleen Hasseltse geschiedenis, maar over Hasselt heeft hij al heel wat boeken geschreven. Boeken over Hasselt in de Eerste Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog. Heel belangrijk ook, heel uitgebreide geschiedenis van Hasseltse cafégeschiedenis heeft hij een boek gesteld. Dus wie weet komen jullie hem nog wel eens tegen voor een lezing over een ander onderwerp. Maar vandaag gaat hij het hebben over Hasselse spookverhalen. Heel fijn dat dit rond de periode van Allerheiligen, Allerzielen is. Halloween ook een beetje. Ik hoop dat we vanavond nog kunnen slapen. Maar in alle geval, laat nu het woord aan Jos. Ik heb... Als ik te snel spreek... Of niet duidelijk genoeg, laat dat maar eens weten. Hè. Ik heb de neiging om nou een versnelling hoger te gaan. Laat dat maar eens weten. Ik ga het specifiek zelfs richten vandaag op het kerkhof. Hasselse spookverhalen. Ik heb er twee boeken over geschreven. Maar het kerkhof alleen is al genoeg materiaal, zoals je zult zien. Mijn interesse voor het kerkhof is gewekt door mijn ma. Ik kwam hier vroeger met mijn ma nog eens wandelen. En geleidelijk aan begon ik te zien, met het schrijven van mijn boeken, dat veel van de mensen die mijn boeken voorkwamen, hier op het kerkhof begraven liggen. En dan ben ik dat beginnen uit te spitten, waar ik nog altijd mee bezig ben trouwens. Te linken de mensen aan verhalen en dan foto's te zoeken. Ik werk nu aan een vierde boek over het kerkhof, het ultieme. Het zal nooit het ultieme zijn, hè, maar ik heb nog heel veel gevonden. Ik ben nu aan het proberen zowel alle mensen die begraven liggen te detecteren. Een aantal gaat niet, omdat de graven onleesbaar zijn. Maar ik ben toch wel aardig opgeschoten. Het oud kerkhof is een hele tijd verwaarloosd geweest. En is eigenlijk terug onder de aandacht gebracht door een zekere Sonja Bams, een lerares hier op de toerismeschool. Een van haar leerlingen, een Peter van Doen, die ik ondertussen twee keer gezien heb, woonde in Bol, denk ik, maar was van Ranst. Die kwam in ons wandelen en die had voorgesteld hier zijn eindwerk van te maken. Zo gezegd, zo gedaan. En dan is dat onder de aandacht gekomen van Jean-Pierre Swerts, toenmalig hoofd van de cultuur. En die vond dat een goed idee om dat kerkhof een beetje terug in ere te brengen. Want het was op dat moment blijkbaar, ik heb het in die periode niet gezien, nogal verwaarloosd. Ik spreek nu over het begin van de jaren 80. Toevallig moest ik deze week Universiteit in Diepmix zijn. Daar was de masterstudenten architectuur waren daar bezig met een project rond het oud kerkhof. Die hebben daar een maquette van karton gemaakt en schoon geverfd. Het ziet er goed uit, ik krijg ook de foto's van. En een van die meisjes vertelde me, ik was hier op het oud kerkhof komen kijken, anders voor haar werk. En op een bepaald moment komt ze tot de conclusie dat de poort toe is. Een beetje paniek. Nu moet ergens een gsm-nummer hangen. Ze heeft dat kunnen bellen en ze zijn er komen uithalen. De verantwoordelijke die op het kerkhof. En daarmee vertelt een ander meisje in de aula. Haar oom had hier ook vastgezeten. En die had ook weinig goesting om hier de nacht door te brengen. Die is blijkbaar in geslaagd over de omheining te raken. Ik zeg tegen dat meisje, zou het geschrik gehad hebben. Voor je geld van de wereld, zegt ze, wil ik dat hier een nacht doorbrengen. Ik zeg, ik weet het niet. Ik ken ondertussen het kerkhof zo goed dat ik... ik zou niemand terugschrikken, denk ik. Maar goed, laten we eens kijken. Spoken. Wat zijn spoken? Spoken waren vroeger in verschillende vormen. Blijkbaar bestaan ze nu niet meer of hoort er niks meer van. Maar in de jaren 60 heeft een professor in Leuven zijn studenten voor een thesis opdracht gegeven... Elk aan een regio gebonden verzamelde spookverhalen uit uw buurt. Dus heel Vlaanderen is zo gedaan. Ik heb die thesissen allemaal ingekeken en ik heb spookverhalen verzameld voor de hier Hasselt en omliggende dorpen. Ja, spoken. De eerste plaats waren de weerwolven. Dat is waarschijnlijk een heel oud motief. Het heeft niks te maken met Oud-Kerkhof hier. Er liggen bij mijn weten geen weerwolven.
Dat is het Vetsemen-motief, noemen ze dat. Vetsemen-motief, ja. Een meisje komt een jong tegen, die geeft haar een molslat, een vod, ter bescherming tegen onheil. Ze wordt aangevallen door een wild beest, ze moest dan die vod trekken, ze doet dat en dat blijkt hij zelf dan te zijn. Een heel vreemd verhaal waar oude motieven in zitten, ik moet het nog een keer uitzoeken. Andere spoken waren de alvermannetjes. Dat waren dan goedaardige spoken. Die kwamen het huishoudelijk arbeid opknappen s'nachts. Onder één voorwaarde, je mocht niet toekijken. Want dan werd je blind. Alvermannetjes werden gelinkt aan bijvoorbeeld tumuli of graven die nog ouder waren uit de bronstijd of zelfs uit de steentijd. De verhalen rond de Alverbergen en Hasselt op de grens Rapertingen-Diepenbeek waren frequent. Daar weet ik ook dat er, ik weet ze liggen, ik zal ze ooit proberen op te graven, 3 tumuli die afgegraven zijn in het einde van de 18e eeuw. Alverberg, de sporthal daar aan de Carrefour, dat is een ander verhaal. Dat is eigenlijk de ijskelder van het Krutsehof. Dat was dus een ijskelder voor een ijs te bewaren tot een stuk in de zomer en voor dingen koel te houden. Dat had dus niks te maken met Alvers, dus gewoon wat naar berg was, hebben ze daar een Alverberg van gemaakt. Spookdingen. De tovenaars, die komen minder frequent voor. Tovenaars, en dat is ook heel eigenaardig, die hadden meestal de gave, dat waren dikwijls jongens, vrij jong, die hadden de gave om muizen te gooien. Dus die pakten wat aarde en die gooiden naar dat muizen. Waar dat thema vandaan komt, ik weet het niet, ik heb het een aantal keren, heel wat keren zelfs teruggevonden. Niet zoveel als het volgende thema, en dat zijn de heksen. Dus de heksen, dat duikt overal op. Het is onvoorstelbaar wat heksen er vroeger moeten rondgelopen hebben. In zoverre dat je soms afvraagt waarom de mannen nog goesting hadden om te trouwen, als de vrouwen toch niet betrouwbaar waren. Nu, daar bleek ook een hele industrie achter te zitten, namelijk de paters. Het Hellig Paterke, op de eerste plaats, maar de andere paters ook, die waren gespecialiseerd in het bestrijden van heksen. Wat was een heks? Dus als de beesten in de boerderij ziek waren, was er een heks in spel. Of als kinderen ziek werden. De paters hadden daar naar eigen zeggen voldoende ervaring in om te detecteren wie een heks was en wie niet. Maar je zult maar vrouw geweest zijn die werd van beschuldigd heks te zijn. Ja, uw reputatie in het dorp was om zeep, je kon even goed verhuizen. Nu, die paters hadden daar echt wel een business van gemaakt. Die verkochten. Als er iets gebeurd was, beesten ziek, koeien dood of weet ik veel wat. Die verkochten scapulieren, heiligdommen. Heiligdommen is de naam die het meest gebruikt wordt. Dat moest je onder de mat leggen of ergens anders. En dan zou het geholpen hebben. Ja, laat me vinden of dat zo was. Ik denk dat ik dingen dan al gehad heb. Dus daarnaast de vorm van tovenaars, ja. Spoken aan kerkhoven, ja, de link is rap gelegd. De dood is altijd iets wat de mens ontzag heeft ingeboezemd. Vroeger, het eerste kerkhof van Hasselt lag rond de grote kerk. En daar bleek van ontzag voor de doden weinig of niks in huis te komen. Daar werd volop door de kinderen gespeeld met de beenderen en de doodskoppen. De doodskoppen werden rechtgezet en met schedels omgekegeld. Daar werd ook, het is dikwijls verboden geweest, maar daar werd eigenlijk niet echt ingegrepen. Nu, de geestelijkheid, de pastoors, hadden ook niet zoveel respect voor de doden. Hier langs ligt in de begraven, hier juist tegenaan, hoelen. Enfin, niet begraven, het is een steen, een hoelen. Dat was de pastoor hier van de Sint-Quintinuskerk. En die kreeg in 1804 in zijn krollen van plotseling iedereen alle grafstenen uit de kerk te gooien en alle stoffelijke overblijssen. Er zijn maar een paar overgebleven die ergens onderin staken. Maar die zijn allemaal buiten gegooid op de fruitmarkt. Daar lag daar vol beenderen en schedels. En die dingen zijn verkocht, de grafstenen werden verkocht, voor zover er geen familie meer die opeiste,
aan de Hasselaar die dat wou. Ik weet, ene grafsteen ligt zo nog in de tuin van de Irish Times. Ik ben niet gaan kijken, maar hij zou daar moeten liggen, want hij lag daar jaren geleden nog. Dus van respect voor de doden was geen sprake. Schrik versproken in die tijd, ja, ik twijfel eraan, als de kinderen op het kerkhof kegelden met de resten van de overlevenden, van de overledenen, sorry, dan zal er van respect niet sprake geweest zijn. Wanneer duiken de spoken dan op? Ik onderscheid er twee periodes in. Het einde van de 19e eeuw. De zogenaamde Gothic Revival. Je hebt in die tijd verschillende auteurs. Poe is het bekendste, maar... mij sprak het meeste aan E.D. James. Als ik 13, 14 jaar was, las ik die spookverhalen. En die waren echt, daar gingen uw haren van overeind staan. Dus de Gothic Revival, als je het Sint-Josefs College ziet, dat is neogotiek, dat is in die stijl gebouwd. Daar heb je een soort referentie aan. Ik vond het nog een beetje enger als het niet gekuist was. Het is nu gekuist, daarvoor vond ik het nog een beetje enger. Een typisch epigoon van die periode aan Hasselt, die ligt hier op de kerkhof begraven, is Charles Kwaadvlieg. Charles Kwaadvlieg was eind 19e eeuw de assistent van het Zweert, de apotheek. Die schreef karamellenversen eigenlijk. Je kunt dat moeilijk poëzie noemen. Ik heb hier ergens een klein stukje opgeschreven. Het geraamte, zo niet eens. Het kerk of het geraamte, allerheilige, het spook. In een vervallen oud kasteel, voor jaren reeds later, gescheurd een dak en kanteel, de vensters al volgaten. En zo gaat hij door. Dus hoogstaande poëzie is geen sprake van. Nu, Kwaadvlieg schrijft in 1887 een gedicht over een man die zijn vrouw vermoordt. Ik heb het ook ergens liggen, maar ik heb het niet bij. En de ironie van het lot wil dat hij in 1901 verdrinkt in het kanaal in Stokrooi. Hij was er op wandelen met een zeker Josephina R., denk ik dat het was. Hij is in het kanaal geduwd, hij verdrinkt, hij kon niet zwemmen. Die vrouw was onmiddellijk verdacht, aangehouden, in gevangenis. Die heeft niet bekend. En die is dus uiteindelijk vrijgelaten. Iemand moet dat gedaan hebben, dus de kans is vrij groot dat dat die vrouw geweest is. Maar ik merk op, hier op het kerkhof liggen nog verschillende slachtoffers van moorden, dat de daders nogal heel makkelijk vrij uitgingen. Dus hoe dat zat met de rechtspraak vroeger. Van DNA of zo was geen sprake. Deze moord is 1901. Ik heb er over tijd in uitgezocht. 1917 hier. Een vrouw van Kiewit. Ja, ook vrijspraak van de dader. Terwijl, alles wijst in zijn richting. Dus dat is een eerste golf van oplaaien van spookverhalen. Een tweede golf krijg je rond de jaren na de Eerste Wereldoorlog pakt, 1920, 1930. Dat was vreemd genoeg een periode van grote hysterie. Waaraan dat leidt, was dat met een oorlog iets te maken? Ik weet het niet. De gekste verhalen die er rond. Op een bepaald moment vinden ze een aantal geraamtes langs nu de boulevard is. Ik zou zeggen, Café de Witte Nonnen zit daar tegenover. Een aantal geraamtes. En daar deden dan meteen wilde geruchten de ronde van een seriemoordenaar. Tot die geraamtes te goed werden onderzocht en dat bleek dan twee of drie orang-outangs te zijn die gebruikt werden als lesmateriaal. Vroeger was er een school van het leger, in het begin van de 19e eeuw, en zo moet die ondergrond beland zijn. De historie kende geen grenzen, de mensen zagen overal spoken en verschijningen. Dat was bijvoorbeeld het geval met... hier op de dingen, op de Kempensteenweg, was een dancing. Een dancing van Ham, rond 1910. En daar, op een bepaald moment doet geruchten rond dat de duivel gezien was in Hasselt. Die was daar gezien. Dat is in de krant gekomen, de bericht staat in de krant. Een duivel, het personeel van de dancing van Ham heeft een duivel gezien. Dan heeft de uitbater van die dancing... Ik heb terug een advertentie in de krant gezet. Ja, nee, dat is onzin, dat is niet waar. Maar dat was te laat, ze hebben kunnen sluiten, dus het was gedaan. In de jaren
1920 kreeg je ook de historie rond het Heilig Paterkind, die hier begraven lag. Die hebben ze hier moeten weghalen. Enfin, moeten niet, maar daar kwam zoveel volk op af dat de paters wel een lichtje opging. Ze hebben die terug overgebracht naar een klooster, want dat deed de kassa rinkelen. Het kerkhof was, dat schijnt dag en nacht bezocht in die tijd. Een goede bron van inkomsten, wat dat trouwens denk ik nog altijd is. En dan rond Heilig Paterkind deden dan opnieuw al die hysterische verhalen daaronder. Over heksen. Ik heb eigenlijk ondervonden dat Heilig Paterkind niet zo heilig was of zo braaf was als je zou denken. Maar je moet alles in zijn tijd bekijken. Hè. In zijn tijd, vrouwen mochten geen toneel spelen. Zelfs vrouwenrollen gespeeld door mannen was nooddom. En in Beverstad hadden ze dan toch het toneelstuk opgevoerd waar mannen vrouwenrollen hadden gespeeld. En het Heilig Paterkind vroeg iedereen van Beverst die kwam biechten of ze naar het toneel waren gaan kijken. En als die ja zei, vlogen ze buiten, kregen ze geen absolutie. Dus je moet alles in zijn tijd bekijken, maar het was toch wel een beetje aan de overdreven kant. Nog in die tijd... Andere gevallen van hysterie waren de verschijningen van Maria. Ik geloof dat in die... waar is het? In de Dardenne daar? Alleen Bedevaarzoon in de Dardenne, het valt al niet te binnen. Maar dus ook hier in Limburg waren ook verschijningen van Maria. En dat ging zo ver dat... Op een bepaald moment was Maria gesignaleerd in de Bamslaan. Op een paar avonden. En de hele stad... liep te wapen, moet ik het zo maar uitdrukken, naar de Bamslaan s'avonds om te kijken naar Maria. Die was er natuurlijk niet. Uiteindelijk heeft het bisdom moeten ingrijpen en moeten zeggen, ja, sorry, het is inbeelding, er is niks te zien. En dan is dan een stille dood gestorven. Dus de jaren 30 gaan stille over, dan is dat ook afgekoeld. Nu, Het oud kerkhof hier is op zich een spookverhaal. Dat klinkt heel eigenaardig, maar het is nogthans zo. Vanaf het begin, het oud kerkhof werd eerst in 1795, maar zo ergens na de Belgische onafhankelijkheid begint de onderlinge ruzie tussen de protestanten die er nog overgebleven waren en de katholieken. Dan even later is het de lijkverbranding die heel wat heisa veroorzaakt. En uiteindelijk strandt dan alles in de ruzie tussen de katholieken en de vrijzinnigen, de eerste logisten. De loge hier in Hasselt bestond niet. Ik weet niet, ik heb hier eens een rondleiding gegeven waarbij drie mensen afkomen die zeiden, ja, wij zijn de... Ene zegt, ik ben de PR-man, de twee handen waren leden zeker dan, van de loge. En wij komen eens kijken wat hier van de loge ligt. Voor de rest, ik weet er ook niks van. Ik vind alleen dat de Hasselaren in het begin naar Luik gingen, bij een of andere loge. En dan breekt de strijd los. Hè. Wat is een kerkhof? Volgens de kerk was een kerkhof een gewijde plaats. En wie niet bij de katholieke kerk hoorde, die moest... in het hoekje daar verdoemde gaan liggen. En dat was daar, waar nu die twee Joden nog... Dat zijn twee Joodse graven, herkenbaar aan de kiezelstenen die daarop liggen. De gebroeders. Broer Jacques Kosman en ik denk zijn moeder ligt daar. Die afkomstig uit het Rijnland zijn hier in de jaren 80 van de 19e eeuw aangekomen. Maar dat was het hoekje in de verdoemde. En dat ging dan zo ver dat op een bepaald moment een protestant sterft, ergens 1860. En die hebben ze... over de muren moeten dragen, want die mocht niet over gewijde grond gaan. De rest was hier gewijd. Die mocht daar niet over gedragen worden. Dus de inzet van het verhaal is, heeft de kerk het recht om, het was eigendom van de stad, om andersgelovigen de toegang tot het kerkhof te verbieden. Geleidelijk aan is dat versoepeld geworden, onder dwang denk ik, want dan rond de tweede helft 19e eeuw komt de vrijzinnigheid sterker en sterker op. De strijd is gebleven. Bijvoorbeeld hier ligt een zekere Noisier van het spoor iemand. Ik geloof de directeur van het spoor in Hasselt.
uit de Waal afkomstig, logeman. Daar is ook heel wat te doen geweest, want het is een begrafenis. De katholieke kranten schreven dan moord en brand, de liberale kranten schreven ook moord en brand. Maar uiteindelijk, een echte oplossing komt pas later in zicht als het vrijzinnige meer en meer geaccepteerd wordt. Hasselt begint te groeien. Hè? Hoe is Hasselt groter geworden? Ik zie er wel twee factoren. Hasselt wordt provinciehoofdstad en Hasselt, het station wordt uitgebreid richting Kuringen met ik weet niet wat allemaal. Daardoor zijn veel mensen in Hasselt komen wonen. De wijken breiden uit rond het station. Hè, dus aan de ene kant waar nu de Hellegaardwijk is en aan de andere kant Rungst. Meer en meer inwoners, dus het kerkhof is al in 1867 te groot, volgens sommigen. In de gemeenteraad de eerste discussies daarover. En dokter Willems, wel bekend, zegt in eerste instantie, nee, het is niet te klein. Als we het een beetje uitbreiden, kunnen we hier nog wel 150 jaar verder. Dat was natuurlijk een beetje iets of wat te optimistisch. Het is dan vergroot geworden. Maar onvoldoende om te kunnen bijhouden. Daar komen ze zelfs aan. Eerst even stilstaan bij het uitzicht van het kerkhof in die tijd. In de eerste instantie was dat kerkhof quasi hetzelfde als rond de kerk. Dus weinig plaats. Dus weinig ruimte voor allerlei ornamenten. Het wordt dus heel sober. Het is een woestijnvlakte, wordt op bepaald moment beschreven. En dan is er een verordening van 1873 voor de kerkhof te verfraaien. Dat wordt hier ook opgevolgd en in 1883 zou het al heel wat beter geweest zijn. Maar we moeten nog altijd denken van die bomen gelijk we die nu hebben. Dat was toen nog geen sprake. Ik heb een foto van 1920, dat is het Hellegpraterke opgraven en naar de stad overbrengen. En dan is dat kerkhof een kale vlakte. Ondertussen, de stad groeit. De discussies over het kerkhof laaien op. Het probleem was dat de stad onbestuurbaar was. Dus de liberalen versus de katholieken. De liberalen zijn grotendeels in de macht geweest, maar hebben eigenlijk weinig gedaan. De katholieken vanaf 1895 ook niet. Behalve dat ze met elkaar veel ruzie hebben gemaakt en dat alles bij het oude bleef. Regelmatig werd er herinnerd aan dat er noodzaak was om door het kerkhof uit te breiden, maar daar kwam dus niks van aan huis. Een vrouw probeert binnen te komen. Dus terwijl het kerkhof kleiner en kleiner wordt, worden er meer en meer eeuwige concessies. Dus je kunt eigenlijk, als je de assen bekijkt, daar liggen de eeuwige concessies. Dus alles wat geen eeuwige, of dus wie te weinig geld had, die moest tussenin begraven worden. En dan laat zich raaien dat dat al snel goed gevuld was. Het eerste grafmonument dateerde overigens pas van 1865. Dat is van een zekere Pierre Titeux, ook weer in de Waal. Maar dan gaat het gelijk, dat wil alle Hasselaren, gelijk hier liggen de burgemeester Bams, de klant Bams noemen ze dat. Alles wat naam heeft, ligt hier eigenlijk in deze assen begraven. De grote en de kleine as. Daartussenin, zullen we dadelijk zien, was het een hele hannekesnest. Komt de Eerste Wereldoorlog. Het probleem van de omgang van het kerkhof wordt steeds erger. En de Duitsers hebben geprobeerd er iets aan te doen. Die zijn beginnen te zoeken naar een nieuw kerkhof. Stuit op veel weerstand van de Hasselaren. De burgemeester is gaan lopen, als ik dat woord mag gaan gebruiken. Portmans is voor zijn gezondheid naar Valkenswaard gegaan. Duvivier en Van Hee hebben dat hier wat overgenomen, wat na de oorlog kwalijk is genomen. Maar dus de Duitsers raakten ook geen stap verder. Die hebben op een bepaald moment gedacht naar de Kruger-Steenweg de Maastrichter-Steenweg te verhuizen. Is niet doorgegaan, omdat de Duitsers ook in 1818 zijn vertrokken. En dan was het ook gedaan. Na de Eerste Wereldoorlog was het helemaal een hannekesnest. De katholieken gingen met elkaar op de vuist en de liberalen ook met elkaar. Je kreeg twee strekkingen binnen die twee partijen. De Belgicisten en de fronters, de Vlaamsgezinden.
Gevolg, de stad was totaal onbestuurbaar geworden. Er gebeurde gewoon niks meer. Binnen de katholieke Portmans had door Rob van Kamp te verwisselen zijn burgemeesterszetel behouden. Maar dat stuitte binnen zijn eigen partij op heel wat weerstand. Daar in Den Hoek is de grafkapel Douchard. Dat was de tegenpartij. Die verweten Portmans een opportunist te zijn. Wat er misschien ook wel geweest is. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Enfin, in alle geval, er gebeurde niks. Terwijl het kerkhof stilaan uit zijn voegen barstte. En dat is dan nog zacht uitgedrukt. Op elke gemeenteraad stond de uitbreiding van het kerkhof op de agenda. In 1920 was er het plan om daar een stuk bij te plakken. Dat is dus niet gebeurd. Omdat achter het kerkhof hier vroeger... De straat is de Vullerstraat. Vullers. 500 meter aan twee kanten van de stad waren er Vullers. In Rungst was dat de Fonteinstraat. Toen de Vullersteeg, hier is dat de Vullerstraat. Daar werden de dode beesten begraven. Dus uitbreiden naar daar vonden de meeste politici niet opportun. Omdat ja, dan lagen de mensen tussen de beesten begraven. Daar waren onder andere een hoop varkens begraven, recent toen, die een ziekte gekregen hadden. Dat was een klein stukje dat wel geschikt was. En dat gingen ze dan gereed maken. Maar daar liep het ook volslagen mis. De stad had een bord... Dat moest aangevuld worden. En de stad had een bord gezet. Alleen proper aarde gebruiken. Nee, daar werd dus alles gestort. Daar werden ganse karren met kasserollen, potten en pannen en noem maar op aangevoerd. Alles behalve aarde. Dus dat wou de stad dat ook niet gebruiken. Er is sprake geweest van richting de Hoogbrug. Want dat botste dan met de stadsuitbreidingsplannen. Enfin, ze konden geen kant op. Dat belette echter niet dat opnieuw Douchard, van de kapel daar, dat die bleef vergunningen uitgeven als er niets aan de hand was. Dat was het dus wel, want als er een begraving was, dan kwam de hele stad kijken. Want meestal kenden ze degene die eerst boven lag, werd nog herkend. En dat werd lang en breed becommentarieerd. Dus er was een soort rotatie. De binnenkant van het kerkhof, als je daar lag, lag je daar 4, 5, 6 jaar en dan werd je terug gewoon opgestapeld. Het minste werk wat er gebeurde, kwamen daar doodsbenen en schedels naar boven. Het moet een hele rare plaats geweest zijn. Rekening houden met het feit dus dat 1926 die foto nog altijd kaal was. Dus een kale vlakte vol doodsbenen. Het moet een raar zicht geweest zijn. Dat kan zo niet blijven duren. Dat begrepen de Hasselaren ook. Maar aan de ruzie kwam er geen einde. Op een bepaald moment kon ze werkelijk niemand meer begraven. Ze rappen zijn spade in de grond steken, hadden ze een hoop lijken te pakken. En ja, dat was de Hasselaren niet ontgaan. Die stonden, als mensen wat er te doen was, stond het hier zwart aan het volk te kijken wie nu weer boven kwam. De een vergadering naar de ander. De jaren 20 kwam er geen einde aan. Dan vonden politici het niet beter dan elkaar af te maken. En elkaar de schuld te geven dat het misliep. Het was overigens niet alleen het kerkhof dat misliep. Hè. Dus ook bijvoorbeeld het water in Hasselt. Hasselt haalde ze water uit de steamer. De demer was al verontreinigd, de steamer. En de steamer was op een bepaald moment ook verontreinigd. Als Genk zijn riolering had aangelegd. En dan moest er een oplossing komen. En ja, opnieuw gestichel en veel gepraat. En ondertussen cholera en tyfus eisten ik weet niet hoeveel doden. Hier ligt vanachter één familie die is bijna volledig uitgeroeid door cholera. Ik geloof dat ze met 7 eraan gestorven zijn. En die woonden in de Maastrichterstraat tegenover de Herkenrode kazerne, waar het 11e linieregiment, het Assels regiment, verbleef. En op dat moment hebben de officieren van het regiment een ultimatum gesteld, ofwel proper water, ofwel vertrekken we. Dus dan is proper water gekomen. En zo is uiteindelijk ook een oplossing gekomen voor het kerkhof. Ze zijn beginnen te zoeken. En wat vroeger niet ging, ging plots wel. Er zijn een aantal alternatieven naar voren geschoven. Op de Hulst, Genkersteenweg. Maar het probleem was, het moest dicht genoeg bij de stad blijven dat de Hasselaren te voeten naartoe konden.
ook een vraag was, wat gaan we doen? Gaan we iedereen, ik geloof dat zijn tienen gedaan, of wat was het? Iedereen overbrengen naar de Oudkerk of laten liggen? Dan is dat die tweede optie uiteindelijk overwogen en zijn ze blijven liggen. Alles is dan goedgekeurd voor de verhuis naar het Nieuwkerkhof. Ik heb hier de prijzen, wat niet zoveel, als je de prijzen van nu bekijkt, was dat spotgoede koop. En 31 december 1930 is het ingehuldigd. Ja, daarmee waren die ruzies natuurlijk achter de rug. Hè. Die bleven elkaar bestoken. En dan op de eerste plaats de katholieken onder elkaar. Sommige gemeenteraden zaten bomvol. De Hasselaar die kwamen zich daar een oog uit lachen, omdat de politici elkaar te lijf gingen, was de inzet leven en dood was. De pers die lachte zich ook een ongeluk. De politici gingen ongegeneerd in en kondigden het omgekeerde aan van wat ze beloofd hadden in een verkiezingspropaganda. Ze zwoeren vandaag wit en morgen zwart. Als ze elkaar te lijf gingen, dan was het, verbaal dan was het juist, dan anders, zo deed hij zo in een cachot belanden. Het was niet meer om aan te zien. En dat is eigenlijk pas geëindigd met de dood van Portmans, toen ze nog binnen de katholieken nog een keer extra wat ruzie gemaakt hebben, nog een overgelopen is en de nieuwe burgemeester geworden is. Dat is de politiek, ja, veel goeds kunnen we niet aan vertellen, maar het zal waarschijnlijk overal zijn. Ik had hier over tijd een groep van erg de stad, en die wouden dan vooral het politieke verhaal horen. Ik heb dan verteld van al die politieke tegenstrevers die liggen hier nu. Hè. Nu zijn ze rustig en kalm, maar je zou denken, wat gaan ze doen als de vrijzinnigen zijn, gaan die dan nog zo tekeer gaan? Ja goed, het nieuwe kerkhof, maar ondertussen, ja, de spoken waren niet verdwenen. Hier rond het kerkhof zijn heel wat spookverhalen te vertellen. Ik heb er enkele voorbeelden van gegeven, 1923. De periode van de hysterie. Dus op een bepaald moment doet het verhaal de ronde dat aan de overkant van het kerkhof hier was een stortplaats. Hassel stortte vroeger in het Wilde Weg. Ik weet zeker 4, 5 plaatsen waar nog vuil in de grond steekt. Of dat schadelijk is of niet, dat weet je niet. Maar hier was dus een stortplaats tegenover. En op een bepaald moment doet de ronde dat daar spoken zaten. En ja. Je kunt de hysterie niet voorstellen, dus de halve stad liep uit aan de Kempense Poort om te kijken. S'avonds had die spoken. Er stonden een paar struiken, dus ze konden niet het terrein zelf overzien. Het rumoer werd harder en harder en als ze op een bepaald moment moest de politie ingrijpen. Er zijn 4 of 5 politieagenten hier op een avond komen spoken jagen. Je kunt je voorstellen, die hebben dus dat wel geprobeerd de spook te pakken te krijgen. Ja, dat lukte natuurlijk niet. Een oplossing. De Hasselaren stonden al klaar om een processie te organiseren om de stad te behoeden voor de boze geesten. Verschillende Hasselaren waren novenen gaan doen. Dat zijn novenen, ik weet het eigenlijk ook niet te goed, 9-daagse, denk ik, gebedsperiodes om het kwaad af te weren. Ik had dat verhaal gevonden en ik heb dat bevestigd gevonden. Ik stel op een bepaald moment op een archief van een ex-Oostfrontstrijder. Dus die met het Vlaams legioen naar Rusland is getrokken. En die beschreef zijn herinneringen aan Hasselt. Hij is hier moeten vertrekken na de oorlog. Zijn herinneringen aan Hasselt voor de Tweede Wereldoorlog. En hij herinnerde die affaire, dus in 1923, zich heel goed. Heel Hasselt stond op stelte, zegt hem. Iedereen had het over de spoken. En dat was op het terrein van Deuris Isidor. Deuris, zeggen de Hasselaren dan. Daniels, die had daar zijn straatje, daar had hij zijn magazijn. Het was op die terrein, zijn terrein. En terwijl die Hasselaren buiten aan de Kempense Poort allemaal aan het spoken gluren waren, stond Deuris in zijn deur te lachen en zei, laat ze maar doen, het is allemaal niks. Dus dingen is dan ook, de Wit is dan ook komen kijken, heeft uiteraard ook niks gevonden. En
ja, dan was natuurlijk de vraag, wat is er aan de hand? Op een bepaald moment vinden ze daar een vrouw, die had daar geplast, en haar broek aan en een paar keer voor terug. Hebben ze gezegd, zal dat wel zijn, incident gesloten. Dus zo rap als die hysterie kwam, verdween die ook weer. Nog een bekend spookverhaal, dus eens kijken wat we erbij hebben. Hier, dat was wel eens een slechte afloop. Hier tegenover was vroeger café Het Kroegske. Ik ben daar nog geweest, Francis, van Poolse afkomst. En dat werd uitgebaat, voor Het Kroegske was dat de Amico, door de moeder van de tante van Armand van Rompuy. Armand van Rompuy is de bekende glazenier, die kunstglazen maakte. Is, ik denk, vorig jaar gestorven, maar die was heel oud. Hij is al dicht bij de 100 geweest. En hij vertelde, als hij klein was in het café, dus in de jaren 20, in het café lag er nog zand, dat was dus een heel café. En de klanten op een bepaald moment, het was pikkendonker, dat moet je al voorstellen, dus er was nog geen verlichting, het was pikkendonker. De klanten op een bepaald moment die waren aan het overspoken bezig en aan het kijken of wie durft naar het Oud Kerkhof gaan om 12 uur over de dingen klimmen, de omheining klimmen en daar een briefje op een graf gaan, bierkaartje zal dat geweest zijn, als het toen al bestond, op een graf gaan hameren. Ja, dat is ineens die kandidaat meldt. Die klimt dus een donker, zonder licht over de muur. Die houten kruisen, er waren nog veel houten kruisen. Die pakt een hamer en een nagel bij. Die pakt dat briefje, hamert dat briefje op een houten kruis. Wilt vertrekken. Had natuurlijk zijn mouw meegehamerd, trekt dat kruis eruit en valt dood neer van te schieten. Dus dat is een dodelijk slachtoffer. Naam wist hij niet meer. Armand. Hij zei wel, ik heb het geweten, maar ik kan het nu niet meer zeggen. Ik heb erachter gezocht, ik vind het ook niet. Dus dat is een dodelijk slachtoffer. Dan was er ook weer een vrouw, hier ook tegenover in de Dijkstraat. Die zou zogezegd een heks zijn, de Zwarte Hond. En die werd gelinkt aan de kettinghond die hier rondliep. De Hasselaar geloofde namelijk dat als er iemand stierf, dat er een kettinghond rondliep. Met zijn ketting gerammelde en dat hij niet verdween voordat de overledene begraven was. Die vrouw werd eraan gelinkt. Ze zou ook de dingen behekst hebben. Sommige jongens uit de buren luizen bezorgd hebben enzovoort. Enfin, je werd, kijk, de start gezegd heb, een heks werd je al vrijwel onmiddellijk. Ik weet niet of er nu nog rondlopen. Als er iemand iets weet, ik zoek er nog, hè, jullie geweten dat. Nog spookverhalen. Hier vanachter was vroeger een voetbalterrein, waar eerst de dode beesten werden begraven. Het was een voetbalterrein. En ze leeft nog altijd, dat is een vrouw die een café kent. Ook al tussen stok oud, die speelde op dat voetbalterrein. En toen, in die tijd, was er een hele rare opzichter op het kerkhof. Die zijn in de loop der jaren, ik heb er verschillende gekend, dat veranderde nog een keer. En die gooide zijn afval van het kerkhof over de muur op de voetbal. En de kinderen van de buurt hadden afval teruggegooid. En op een bepaald moment is die met een ladder op de muur geklommen en die had maar een loens oog en die was heel bleek. En die kinderen zijn doodsbenauwd naar huis gelopen en die zijn niet meer op in de buurt van Oud Kerkhof durven komen. Enfin, die man deed geen vlieg kwaad, maar de gevolgen waren erbij. En een andere van die jongens was voordien al op... Dat gebeurde dus ook. Hè. Dus, hier kwamen voetbalsupporters op de grafstenen kijken om geen toegang te moeten betalen. Die klommen die dingen tegen de muur klommen die op en die keken zo naar voetbal. Op een bepaald moment heeft iemand een grafsteen omgestoten, daarvan afgevallen en die is dus ook niet meer durven terugkomen. Regelmatig heb je de verhalen van degene die opgesloten waren hier. En in september 45, vlak na de bevrijding, van jaar na de bevrijding, het was september 44, zijn hier twee juffrouwen van Hasselt hebben zich laten opsluiten. Die waren ook niet van plan om het Oud Kerkhof te blijven overnachten. Die zijn aan het schreeuwen, aan het brullen geweest en uiteindelijk
zijn die met veel moeite op de muren geraakt. En zijn de buren een ladder komen halen en hebben het er vanaf geholpen. Dan is er het verhaal van de dingen, van de rollende schedel. Dat is wel een vreemd verhaal. Pierre Meijers die me vertelde, die zei, we hebben nooit begrepen wat er aan de hand was. Pierre woonde ook hier, hij woont nu aan de andere kant van Hasselt, die woont hier tegenover. Op een bepaald moment, die speelden altijd op kerkhof, op een bepaald moment zien ze een schedel aangerold komen. Werkelijk over de weg een schedel. Ze gaan naar Schreurs toe, de toenmalige wachter aan de overkant. In paniek, ze zeggen, ja kijk, er zitten spoken. Schreurs is bijgekomen en hij ziet inderdaad die schedel rollen. Zijn enige verklaring was dat er zal een rat of een muis in gezet hebben. Een muis lijkt me wat klein, een rat kan, maar... Enfin, bevredigende uitleg is nooit gegeven. Nu, Meijers en zijn compagnie die waren ook niet zo braaf, want die hadden hier een ding van gemaakt. Een spelletje van gemaakt, toen was die muur nog niet zo hoog. Die maakte dan een pompoen op een stok. Ook nog altijd donker in die periode. En alle voorbijgangers de stuipen op het lijf gejaagd. Nog ergens iets van... Pierre Meijers heeft hier ook vastgezeten. Op het Oudkerk of te lang blijven spelen. Toen waren de spijlen kapot van de hekken. Hij was nog klein, mager, was er doorgeraakt, maar zijn broer is daarin vastgeraakt. En die hebben ze daar met de grootst mogelijke moeite van kunnen bevrijden. Nog meer schrik, dat we waarschijnlijk in een gat hebben, in 2011. Die zat ook vast op kerkhof. En die hebben ze uiteindelijk met de brandweer, met een heffelijk lift, moeten uittillen. En die wou voor geen geld van de wereld hier op kerkhof blijven overnachten. Ter afsluiting, het verhaal, dat is een themaverhaal. Dat is dat van het zaadjurske. Jacques Kolle had me dat verteld. Vroeger stond hier voor het Oudkerkhof de tolbarrier. Waar in Hasselt op elke steenweg waren tolbarriers. Ik heb die gevonden op de Maastrichter, op de Luiker. Ik heb die nog niet gevonden op de Curringersteenweg, maar ik vermoed dat het was aan Jardin Agréable. Dus dan was een tolbarrier rond 1860 is dat ingevoerd. Wie naar de stad kwam, bijvoorbeeld naar de markt, die moest tol betalen op wat hem bij zich had, de producten. Goh, dat is een heel gedoe geweest. De Hasselaren waren natuurlijk niet content, die smokkelden er maar op los dat geen naam had. En op een bepaald moment was het nut van die barriers ook verdwenen en zijn die afgeschaft geworden. Maar hier was er aan de tolbarrier, alle tolbarriers waren een café. Ja, die mannen moesten daar toch stoppen en dronken aan een. En hier was dat in de laatste stuiver. En het zaadjurske, dat was een van het Nieuwveld op de Kiewit, die kwam dan van de stad af en die had er al een stuk in zijn voeten. Want dat werd bij die markten werd enorm gedronken. Dat kunnen we ons nu nog moeilijk voorstellen. En dan kwam die... een afzakkertje drinken in de laatste stuiver. En langs de laatste stuiver, dus langs de kerkhof, waar nu de oorlogsgraven liggen, daar stond een groot kruis. En op een bepaald moment hadden zijn kameraden niet beter gevonden als ene daar aan de achterkant aan vast te binden. En als Juriske eruit gewaggeld kwam, riep hij, Juriske, zit je weer zaad of wat is het? En die is gewoon een schrik gepakt dat de rest van zijn leven niet meer gedronken heeft. Dus je ziet, spoken kunnen ook een nut hebben. Wie nog verhalen heeft van dat kerkhof of mensen kent die er liggen, ik ben nog altijd op zoek naar informatie. Merci Jos. Ik heb nog een paar verhaaltjes. Twee komen misschien van u, één waar ik zelf heb meegemaakt. Dat moet ik wat hier nog even vertellen. Ik stel voor dat we dat nog even goed kunnen doen. Goed. Dan kan Jos misschien nog een woordje uitleg geven bij enkele interessante graven die je hebt. Eén van die graven is... de zwarte kant van het oude kerkhof. Zegt u dat eens? Nee. Hier het oude kerkhof, begraafplaats, tot 1913 officieel begraafplaats in Hasselt.
Links veel bekende onbekende Hasselaren, waaronder beruchte figuren zoals Moordenaars, Dieven en Heksen. Een van de meest gevreesde graven hier op het kerkhof is dat van Marie-Catherine Becks, beter bekend als de Zwarte Kat. Zo was een vrouw die in de 18e eeuw werd beschuldigd van hekserij en vergiftiging. En die na haar dood nog steeds voor onrust zou zorgen. Volgens het verhaal zou op haar grafsteen hier ergens een zwarte kat staan afgebeeld, die s'nachts tot leven komt en over het kerkhof zwerft. Zwarte kat zou kwaad doen aan iedereen die s'nachts haar pad kruist, vooral aan kinderen en dieren. En wie een zwarte kat ziet, zou binnenkort sterven of ongeluk krijgen. Misschien die dames bijvoorbeeld die 45 keer zaten, hebben die kat gezien. Dat is een penomenaal, dat is een penomenaal. Maar de 18e eeuw was je nog geen begraving. Maar hoe heette ze? Marie-Catherine Becks. Bertels. Becks. 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 Mail me een keer dat verhaal. Ik heb een overzicht van dat kerkhof, ik weet niet, iedereen hier begraven is. Dus ja. Ik vind onmiddellijk of dat waar is, ja of nee. Maar ik heb het nooit gehoord. Een ander verhaal is het spook van de Sint-Pupertinus-kathedraal. De grote kerk hier in Hasselt. Volgens een oude legende zou er in de Sint-Pupertinus-kathedraal een spook rondwaaien dat de gedaante van een priester aanneemt. Het spook zal zich vooral laten zien op stormachtige nachten, wanneer de klokken luiden en de wind door de toren giert. Het spook zou de bezoekers van de kerk angst aanjagen om plotseling te verschijnen en te verdwijnen, of door onheilspellende geluiden te maken. Sommigen beweren dat het spook de geest is van een priester die in de 16e eeuw werd vermoord door een bende rovers. Anderen denken dat het spook een vloek is die rust op de kerk omdat er ooit een heks werd verbrand op het plein voor de kathedraal. Nee, dat is al niet waar. Dat is het thema verhaal van de wilde jacht van Odin. Op herfstnachten, met Boma, ze noemden dat de Tilkensjacht. Nee, de Tilkensjacht, de wilde jacht van Odin, dat is een oud-Germaans geloof, dat op stormnachten de wilde jacht van Odin door het uitspansel jaagt. En daar zijn heel veel varianten op dat thema, en dat is er één van. En dat wordt dan gekoppeld aan bestaande. Ik heb ook zo na lang zoeken gevonden, het spook, want ik heb alleen dit van hier gedaan, ik heb de Hasselse spoken niet gedaan. Hè. Het bekende Hasselse spookverhaal is dat van Janneke van de Platweijers. Janneke van de Platweijers, die spookte daar. Dus Platweijers is waar achter de zwaan, godzijde. Janneke spookte daar, die zou een moord gepleegd hebben voor goud. Mannen in een postkoets vermoord hebben. Maar dat gaat terug op het verhaal van de Fransen in 1798. Toen zat hier een 3000 Fransen, tegenstanders van de revolutie, onder, dan wil ik maar even nadenken, de Condé, maar niks te maken met de Condé's hier. Die hebben hier een tijd rondgehangen, in Limburg, 3000 man. En dat moet een of ander woord geweest zijn, want je ziet dat verhaal opduikt in de eerste helft van de 19e eeuw. Daarna komen daar variaties op en zo dooft dat stilletjes uit. Hetzelfde is het. Ja, ik heb één spookverhaal. Ja, als ik dan toch spookverhaal. Ik heb één spookverhaal waar ik geen. Ik geloof niet in spoken, maar waar ik geen verklaring voor heb. Dat is niet hier. Ik zal dat kort vertellen. Dat is een kasteel buiten Hasselt. En dat is voor de helft afgebroken. Daar wonen 3 mensen op. Wie de? Het is een driegedeeld. Dus het oorspronkelijke kasteel, de voorkant is afgebroken. Oorspronkelijk was het 2 keer zo groot. Op een bepaald moment, ja, ik kwam daar nog een keer. En ik weet dat de middelste, die had een rottweiler. Dat zijn toch wel stevige honden. En op een bepaald moment, novembernacht, is die hond aan het blaffen. De baas gaat buiten, laat die hond los. En die vliegt het park in. Zijn haren stonden overeind. En even daarna komt die hond, staart tussen zijn poten terug en krept zijn kot in. Ja, zegt hij, wat is dat nu? Hij gaat buiten, maar de tuin is ook, het is gelijk hier zo, hè? Het is echt het decor verspoken. En hij ziet daar een schim staan. En die zegt tegen hem, je moet geen schrik hebben, ik ben de die. Ik ben gestorven in 1938 en nu ga ik terug naar de bloonwinning. Dat is die boerderij die daar wat verderop ligt. Hij gaat naar zijn geburen, nu heb ik iets aan de hand, blablabla. Hoe heette die vrouw, zegt hij. Ja, zo, dat is mijn grootmoeder. Maar hij zelf heeft dat verhaal niet durven vertellen.
ja, want natuurlijk, ja, dan gaan ze wat eruit lachen. De ander heeft het verteld. Dus ja, maar ik... Kijk, twee dingen zijn er raar aan. Als zij buiten kwam, waren de kraaien al aan het vliegen. Nu, kraaien gaan s'nachts niet rap op. Dus de kraaien waren aan het vliegen en die hond dat hij een rottweiler terug in zijn kot kruipt met zijn staart tussen zijn benen. Maar voor de rest... ja, daar doen, rond dat kasteel doen heel veel spookverhalen daar ronde. Was Willy? Zei het iets? Ja, ja, nee, natuurlijk. Ja, nee, ja. Ik heb ook een dag zelf een meegemaakt, ik heb ook niet gesproken. Ik heb lang in de Voorgraaf gewerkt. Voorgraaf Vijverstraat. Ja, hier. Ja, ja, ja. Ik heb nog eigenlijk in de Vijvers ook daar. Bij mijn kind had ook gezegd, ik heb een heksbos liggen. Waar dat heksen zijn terechtgesteld geweest. Je hebt daar ook een tunus. Ben je een heksbos? Dat je er op verschillende plaatsen vooral Hasselt aangetoond dat je de heksen waren verbrand, maar ook daar. In alle geval, dan gaat daar de verbrande ronde. Dan heb je een tunus, want ze worden langs de Voorgraaf, ja, worden ze een nieuwe bouw zetten. Die staat er dus, maar ze hebben die moeten opschuiven omdat het een tunus is, waar dat een van de prehistorische krijgt 7 brigades. Dus wij mochten ze niet aankomen met een nieuwe bouw. Dus die berg heeft er nog altijd een kinderrijder op de gezet. Waar ligt die juist? Langs de Voorgraaf. Vorig jaar de hoge toren, de twee torens, daar links heb je nog de nieuwbouw, dan heb je het bos met de toeners en dan heb je de berg. We zijn niet toeners, daar moet het niet gebouwd worden, is er nog ik weet niet, er is iets raar aan de vorige maar dat heeft niks te maken met toeners. In alle geval, dus je hebt de toeners, je hebt de berg en dan heb je een oude boerderij, het is nu chic vernieuwd, maar in 2010 of zo was dat nog een ruïne of was dat helemaal vervallen, verlaten en vervallen. En ik wandelde daar regelmatig met mensen van de Voorgraaf. En die werd ons met anderen, want het was een beetje traag en niet moeilijk, achtergebleven. Dus de groep was ook aan het wandelen, hier achter, en keken naar dat oud gebouw. En ik zie daar, ik zeg die Anne, ziet jij dat ook? Ja, zegt Anne, die wordt wit. En we zien door het venster een meisje staan. Nou, helemaal grijs, geen kleuren. Haar gezicht grijs, haar grijs, kleren grijs. Boem doorkrijgen. Ik zeg, tot vergelijk was dat gedaan. Ik zeg, Anne, hebben we ook gezien. Hè? En we wandelen verder. Dus dat is het wat ik kan vertellen. Dat is... Als je wat gewend bent, komt het. Ja. Maar ik heb wel een soort nummer over geschreven. Ik denk zo later de muziek werd, dat mensen met een vertaalde werking hebben gebruikt als inspiratie voor een nummer. Op een stormachtige nacht, dan gedachte en alleen, kom ik langs een arm en vervallen huisje heen. Aan het raam stond een meisje en dan lachte ik van mij en dacht, wow, die is zo mooi, wie zou dat zijn? Nat en nieuwsgierig ging ik schuil in de kroeg en wat waard zij, gaf mijn kriebels toen ik daar aan vroeg. In dat huisje woont al jaren niemand, want de ouders zijn verhuisd en hun dochter stierf in een brand. De boel is verzegeld, er is niemand meer geweest, maar jij hebt gezien, was haar geest. Middernacht, een volle maan, middernacht, dan huilt ze zacht, en alleen wie wel daar stijft, die kan zien hoe mooi het ze lacht. Oh. Ja, maar ze van Hasselt zijn er nog veel spookverhalen van de stad, maar die heb ik dus niet weer gehouden. Hè. Achter de grote kerk, Janneke Kipkap, zijn er nog overal, maar ik heb het nu hierop toegelegd. Hè. En ik heb er nog veel van buiten hasseld. Ja. Dat is voor de volgende keer, want dat wil ik nu ook doen. Ja, ja. Yeah.